Wat doen jullie? Zijn jullie de waterstand aan het meten? In de aantallen zitten we goed. Lekker engel, hè? Oh. Qua belevingsgevoel is er niks mooier als dit. We hebben vandaag een Amsterdamse invasie. Niet alleen omdat wij in de video zitten, maar ook omdat we daadwerkelijk in Amsterdam zijn. Koen, vriend, makker, maat, wat gaan we doen vandaag? Nou, het gaat een heel warm dagje worden, dus er wordt zweet, handdoekje in je nek. Cool. Maar we hebben er wel zin in, want we gaan back to the roots. We gaan een dagje pennen en korsten. Heerlijk. Ligt ons allebei in het hart en we hebben er echt zin in, jongens. Dat wordt een mooie video. Hartstikke idee. Eerst is binnen. Op het pennetje. Eerste plannetje lijkt te werken. Nou, groot is hij niet. Maar de aanbeet niet minder spectaculair. Het blijft geweldig. Prachtig op de floatcontrole. Blij dat we al tweede vis binnen hebben. We moeten de tijd even een beetje gaan selecteren. Nu gaan we selecteren, maar we gaan weer snel verder. Opvallend inderdaad dat die vis zo vroeg alweer aan de oppervlakte zit. Ja, dat is ook wel heel tekenend. Ja, we waren hier al een paar dagen eerder, toen was het ook zo warm. Nou, toen was de activiteit ook vooral aan de oppervlakte. Maar toen kregen we toch vissen wel aan het azen, vrij snel. Ook op de pinplekken, ja, ja precies. Het lijkt alsof het nu toch iets moeilijker is, maar goed. Misschien moeten we nog even geduld hebben. Ja, precies inderdaad. We hebben er wat voer in gegooid. We moeten niet vergeten dat we de afgelopen dagen alleen maar in de 30 graden hebben gehad. Dus die watertemperatuur die is natuurlijk al sky high. Dus we geven het nog even een momentje. Yeah. Nou, we zijn eventjes net buiten het park gegaan. Ja. Want daar hebben we nog echt een mooie sloot gezien. Veel activiteit. Nog een paar penplekken gemaakt. En we hebben net gezien dat er een paar bovenop liggen. Tweede op de pen, jongen. Lekker. Nou ja, mooi begin. Het zijn nog niet de grootste bakken, nee, maar het is wel actie. De actie is en dat leuk. Telt op de pen. Heerlijk. Zoals jullie kunnen zien, Sander heeft hier vannacht een plekje gemaakt om de stek te bewaken. Ziet er netjes uit, jongen. Ja, toch wel, hè? Onderhoud lekker. Doet alles. Comfortabel. Zeker. Nou, lekker vriend. Nummer 3. Ja. We gaan lekker, we gaan goed, we gaan hard. Oh. Ja, en ik zeg... Wat een drill, we hè? We gaan gewoon weer door. Oh. Hij stond echt krom, hè, die endorser, hè? Heerlijke drill. Nee, prachtig. Heel mooi vis. Wat de f***? Het was gewoon een jumper. Ja, het was gewoon een jumper. Een jumper. Godnonde u. Ja. Het was gewoon een fijntje die sprong. Het was gewoon een jumper. Ja. Godnonde u. Een jumper. Wat een warmte, merk je dat al? De druk onder weer. Ja, we staan hier even wat in te studeren. Dan zien we gewoon even een hele zware jumper hier. Lekker, lekker, lekker. Nou, het begint echt heet te worden al. En ik begin er al een beetje last van te krijgen. We zijn geswitcht naar het oppervlakte vissen. We worden namelijk helemaal gek van al die happende vissen. Ja. Kunnen we niet tegen. Dus die penengel die gaat nog steeds mee. En als we een visje zien op die voerstek die we hebben gemaakt, dan gaan we hem zeker nog inzetten. Maar voor de rest even focus op het oppervlakte. Ja, precies inderdaad. Zoals jullie hebben gezien, we laten iedere keer na het pennen, lieten we al wat drijvend voer achter. Ja, en dat gaan we nu gewoon nalopen. Net als met het pennen. En het is elke keer weer een verrassing, hè. Wat je aantreft op de volgende stek. Dat is geweldig. Dat is en blijft geweldig. We laten jullie nu natuurlijk eventjes kijken in onze eigen keuken. Nou, dit is onze penmontage. We vissen hem graag liggend. Dat houdt dus eigenlijk in dat je hem afstelt op de stuitjes, hier tussen het pennetje. En op het moment dat een vis hier het haakaas opzuigt, tilt hij dus die drie loodjes op, waardoor je dus een opsteker krijgt. Op het moment dat je een opsteker krijgt, is eigenlijk altijd 100% kassa. Wat heel belangrijk is met die voerplekjes, is dat je ze zo compact mogelijk houdt, zodat je dus snel kan zien of er activiteit op die penplekken is. Hoe je dat kan zien, is natuurlijk door die bruisplakaten.
Heel veel mensen hebben het idee dat op het moment dat ze met een dobber vissen, dat die dobber helemaal weg moet zijn. Zoals je bijvoorbeeld een vorentje vangt of een baars. Maar dit is een hele andere koek. Je vist liggend op de bodem. Dus op het moment dat die karper dat haakaas oppakt, dan komt die pen naar boven. En juist dat is dus het moment om aan te slaan. Op het moment dat je aan het oppervlakte vissen bent, moet je zeker niet te lang twijfelen. Als je goed zicht hebt, moet je op het moment dat die vis zijn lippen om dat haakaas sluit en zijn kop net naar links of rechts draait, dat is het moment om aan te slaan en dan moet je dus niet twijfelen. Snackster zesje hoor, geneeld. Nu beginnen de aantallen toch een beetje op te lopen. Ja, nu begint het wat serieuzer te worden. Nee, lekker Koen, mooie vis op de brokken. Echt een prachtige aan de oppervlakte. Aanbeet. Het blijft zo spannend. Ja, geweldig. Inderdaad. Dus één vis, echt mooi. We waren met z'n tweeën aan het happen aan de oppervlakte. Eentje wilde hem pakken en die weigerde hem echt vakkundig. En dan zie je toch hoe argwanend ze zijn. Ja. Ja, ze zullen ook wel wat meegemaakt hebben. Ze zijn ook wel wat oudere visjes. Zeker. Dus wat dat betreft denk ik dat we tot nog toe niet mogen klagen. Ondanks de warmte. Ook nou, alweer. Jij weer Ingert. Nou, de aanbeter staat er net helaas niet op. Ja, Koops, wat vinden we daarvan? Ja, we wensen net een kroket eten. Haakaas is zonk omdat de brok nam veel te veel water op, wordt zwaar, gaat zinken. Nou, we blijven ons vandaag, zoals wat we vanaf vanmorgen al aan het doen zijn, aanpassen aan de situatie. Dus ik ga op dit moment ga ik het proberen om twee kleine foompjes tegen elkaar aan te lijmen met secondenlijm. En deze ga ik aan mijn haak lijmen. Niet die secondenlijm maakt voor die vissen niet uit. Kijk, het is echt een minuscuul beetje wat je er overheen verlijmt. Kijk, het was op een dergelijke afstand dat ik hem het haakaas gewoon niet goed kon zien. Ja, dan is het controleren van je haakaas toch wel heel erg belangrijk eigenlijk. Nee, we vissen in dit geval echt even puur op zicht waar we vissen zien happen. Proberen we die controle erachter te gooien. En dan heel langzaam in de richting van de vis te trekken. Op het moment dat ik hier aan het werk ga, vissen we vaak met haakjes 6, soms zelfs een 4. Een broodkorst leent zich heel goed voor een haakmaat 4. Op het moment dat je met brokkies of met de pen aan de slag gaat, is een haakmaat 6 met een wijde bocht meer dan genoeg. Hoe herken je de beste penplekken? Dat zijn plekken met overhangende bomen, rietkragen die net even wat meer het water inlopen. Op de puntjes kan je daar hele mooie plekjes maken en zo kun je het perfect uitkienen. Die hengel kon ik helemaal uitsteken, rondom een uitstekende boom vissen. En toch die vis succesvol naar me toe drillen. Ja, daarom heb je net wat meer lengte nodig. Hij moet natuurlijk de kracht kunnen opbouwen, dus mooi beginnen te buigen. Maar je moet altijd het gevoel hebben dat er nog kracht over is. Dus dat je nog wat kan bijzetten. Hij moet natuurlijk dempen. Je zit heel kort op de vis, dus die hengel moet die klappen op kunnen vangen. De ene plek is dieper dan de andere plek. En daarom loden we eigenlijk iedere keer opnieuw de pen uit. Om die perfecte indicatie te krijgen op je pen. Voor mij is de ideale manier dat de pen, de antenne, een centimetertje boven het water uitsteekt. Ik wil graag een opsteker zien en daar wil ik graag op slaan. 9 van de 10 keer is dat de perfecte haakaasopname. Ja, we gaan even iets opvallender kleurtjes gebruiken. We hebben het idee dat ze daar net wat beter op gaan. Ook nog iets meer drijfvermogen. Want die kattenbrokken nemen snel water op, merken we. Dus even switchen. Op het moment dat je net wat meer afstand moet overbruggen. De truc is dan om die controle ver achter de vis te gooien. Je vist met een onderlijn eigenlijk vanaf die controle van minimaal 1,5 meter. Dat lijkt heel veel, maar dat zorgt ervoor dat die vis niet al te veel argwaan krijgt. Dat je niet te dicht op die controle vist. Die controle werkt eigenlijk als een inlijnlood. Je trekt er gewoon een swivel in, een quick swivel. Je maakt je onderlijn eraan vast. Dat is gewoon een nylon 28, 30 honderdste. Liefst een drijvende nylon. In dit
geval onze nieuwe SICK Pro. Die maak je vast met de anti-tangle sleeves en dan ben je ready to go. Kies een haak met een wijde bocht, zodat hij snel vlees pakt. En dan zal ik nog wat vertellen over de wijze van het monteren van je haakhaas. Ja, ik moest eventjes, ik wilde eigenlijk even gaan kijken of we wat lachen, maar ja. De visser in mij moest even een brokkie bij zijn neus gooien. Die hondenbrokjes lussen ze wel, hè? Ja, deze zag je even niet aankomen. Hoppa. Zo. In de pocket. In de aantallen zitten we goed. Zeker inderdaad. Het is niet zo legendarisch als de nummer 14 natuurlijk. Maar we komen voor de helft in de buurt. Goed oppervlakte vissen heeft alles te maken met een goede voorbereiding. Sander zei het al over het pennen, zorgvuldig voeren, goed voertje klaarmaken. Bij het oppervlakte is het niet anders. Ik heb drie oppervlakte aasjes hier bij me en dan kan je zien dat voorbereiding alles is. Foompjes doormidden gesneden, haakhaas erop geplakt met secondenlijm. De haak steek je door het foam, zodat de punt van de haak naar beneden ligt in het water. Ziet de vis het bijna niet liggen, die ziet alleen het oppervlak van het haakhaas. En ja, dat is voor mij dé manier om aan de slag te gaan. Iedereen zou een keertje natuurlijk moeten gaan struinen. Want eigenlijk, qua belevingsgevoel, is er niks mooier als dit. Je vangt er niet alleen hele kleine vissen mee, maar je kan er ook hele grote karpers mee vangen. En wat een kick is het en wat een passie is het om zo kort bij vast te slaan en een mooie vis te vangen. Daarnaast is er natuurlijk een goede bril. Een Polaroid bril is essentieel. Want daardoor zie je die vissen juist wel of net niet liggen. Heb je een haarzuiver beeld op die vis en kan je precies inschatten wanneer je moet aanslaan. Maakt echt een wereld van verschil met of zonder bril. Zijn jullie de waterstand aan het meten? Mooi hè? Ja, vanaf hier. Ja, vanaf hier. Ja, precies. Ja jongens, jullie moeten er gewoon mee gaan starten. Je moet het zelf meemaken. Je moet zelf die penhengel vasthouden en voelen hoe het is als je vastslaat op die eerste vis. Ja. Nou, we zijn inmiddels licht gerookt, want het was echt verschrikkelijk heet vandaag. Dit is het derde shirtje wat ik aan heb inmiddels, want het was zweten. Maar op het moment dat je die hengel krom trekt, ja, dan blijft het geweldig, hè? Want dat gevoel is gewoon je van het. En dan wil je door naar de volgende vis. Absoluut. En de volgende. We hebben 15.000 stappen gezet. Eerst volgende keer, waar gaan we heen? Nou, eerst volgende keer is toch eigenlijk de bedoeling om naar een grote plas toe te gaan. In het diepere najaar. Ja, en ik verwacht toch eigenlijk wel dat we daar wel een serieus kanon gaan vangen. Dus abonneren, blijven kijken en we zien jullie de volgende keer.